Ik niks wat in jou. Kun je later voor helemaal zelf verkopen. Kijk toch wat in je fiets doet. Ik heb die betaald. Pas op, hè. Alles wat je zegt komt in de vlog. Jasper is aan het trainen buiten. Leven lang zal ze leven in de gloria. Daar is hij weer, jongens, de ster van de show. Marguerite, kom dan. Goedemiddag. Jas, thuis omhoog. Goedemiddag bij de ploeg geweest voor de bikefitting, zadelfit. Zoals jullie zien zitten we Nienke Plas te kijken tijdens het avondeten. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Barbecue sausje. Tip van de week. No ad. Je leven zal veranderen als je dit neemt. Sweet Dalton, smoky barbecue honey. For real men only. Dan moet ik anders eten. Nou, iets smakelijk. Kijk, er wordt weer hard gewerkt door de meiden. Alles blokjes. Monkey Town. A blok. Monkey Town. Wij gaan even koffie drinken. Wij gaan ook koffie drinken. Wordt weer hard gewerkt door de jongens. Wel zoiets, hè? Fem, waar staan we? Nu in mijn badkamer, in mijn nieuwe huisje. Gaat u op de wc zitten? Ik hoor dat jouw sponsor van wc iets moet doen met wc. Sani direct. De douche. Moet wel even lichtje komen nog. Ja. En boven komt de hangmat. Dan gaat ze slapen. Boven in de hangmat. Best goed idee. Zo'n geval toch nooit uit namelijk. Echt heel rustig. Nee, die is mee. Nooit lomp of zo. Maar heel handig. Heel subtiel. Een hele goede morgen. Ik sta op het punt om te vertrekken voor training. Vandaag een rustige duurrit en ik ga rijden met 1 meter per zin in. Ik hoop alleen dat het een beetje droog blijft. Windkrachtje 6. Het is niet echt heel lekker weer in Nederland. Maar goed, ik ben wel heel blij dat ik weer gewoon kan trainen. Dus even lekker een dagje wieten. Jos, wat heb je gevonden? Inspiratie. Zit te eten. Ik heb gevulde courgette gemaakt. Nou, ik zal jullie even een close-up geven, want Jas heeft gevonden op YouTube. Nee. Oh. Kijk. Waarom? Kijk, hij staat gewoon nog. Kijk, daar ga jij, Jas. Kijk. Oh nee. What? Nee. Dat is een grap. Oh, dat moet je niet doen hoor, Jos. Kijk die gekke mannen, kijk. Ik wil het ook weer. Visite! Homemade koffie! Het is je maat, Femke's Food Store! Hoe was het, de verkenning van de Ronde van Drenthe? Nou, eerlijk gezegd viel het me een beetje tegen, maar ik ben benieuwd naar zondag. Ik heb er heel veel zin in, maar omdat ik nog geen wedstrijd heb gereden, weet ik niet wat ik moet verwachten. Oké. Okay. Ja, ik denk dat het mooiste zijn als je gewoon netjes zou uitrijden. Ja, ik weet zeker. Als ik hem uitrij, is echt heel netjes. En ja, we zijn bezig met editen. Goedemorgen. Gaat het goed, Jos? Ja. Ben je weer lekker aan het kijken, jongen? Ik moet eten. Zo. Bedankt voor het klaarmaken. Alsjeblieft. Is het lekker? Ja. Havermout met pindakaas. Hoe gaat het met die snowboardjes? Goed. En dan is het je trika. Oké, we gaan trainen met de familie. Het is windkracht 6, dus ik kan jullie één ding vertellen. Gaan wij nog filmpjes maken.
Maar ik hoop dat we 2 uurtjes kunnen doen. Kijk, hij kan het wel, jongens. Fietsen poetsen. Kom je koers kijken bij me. Niet materiaal, ja. Niet materiaal. Kun je later heel veel over kopen. 500 op je fiets. Wie gaat er winnen, Jas? Die Koert. Astana? Ja. Thijs? Ja, kan mij niet anders. Ik hoop voor de Gent dat het de Gent wordt. Ik hoop dat het CCC wordt. De markt. Wat? Ik durf tenminste wat anders te zeggen. Zeg alleen ik hoop. Ja. Masterclass Photoshop bij Chesby. Is dat wel mooi, hè? Oh, mooi. Ik heb die vertaald. Pas op, hè. Alles wat je zegt komt in de vlog. Kom ik ook niet weer in beeld. Ja, ik heb... Jasper is aan het trainen buiten. Respect, lieve Jas. Respect. Hey, waar komt de? Oh, maar we zijn kijken. Daar is hij. Op Daar is ze. Onze jarige Job. Hey, oma. Oh, gefeliciteerd. Uit eten voor oma's verjaardag. Oma, we beginnen met carpacciootje voor gerecht. Bijna iedereen. Lekker hoor, eet smakelijk. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepie de piep! Hoera! Goedemorgen, Drenthe. Het is een prima weertje hier en het is tijd om te verkennen. In de ochtend. In de auto, wel. We gaan even kijken hoe de nieuwe van eruit ziet. Nou, lieve mensen, dit is hem, de nieuwe Vanberg. En dan die kazaaien. Ja. Hier links die kazaaien hoor. Auto's mogen eigenlijk op, die gaan hier even op. We zijn onderweg naar de ploegpresentatie in het bussie. Marta, can you say again, what is one in English, in Polish? Jeden. En toe? Twa. Oké. Perfect. I practice now, hè? Presentation time! Daar is hij weer, jongens, de ster van de show! Hippie Kuipers! Nee, ik heb je gemist, man. Ja, daarom. Dus, blij dat je er weer bent. Ja. Hé, hey, kaartje, laat u zien. Ploegenbuffet. We gaan lekker eten. Let's represent you. Oh, wie is aan het doen? Nee. Nou heb ik wel met jullie te doen hier zo, joh. Gelukkig heb ik geen vlogger in mijn... Hoezo niet? Nee, ik vind het wel leuk hoor. Wat was er nou gisteren gebeurd? Nou ja, ik had zin om te vliegen. Ik dacht, ik ben nog niet op mijn... Je had nog niet genoeg gevallen? Nee, ik wilde niet genoeg gevallen. Dus ik dacht, ja, om... Toen ging mijn voorwiel in één keer weg. Ja. Dat was een hele mooie. Ja, is het daarom weer. Dus dat was een hele mooie opmaat met deze ding. Daar zijn we al een hele goede vorm, ja. Ja. Het kaars ging een beetje uit het lijn, maar ik moet zeker niet ontevreden zijn over het begin. Dus dat geeft ook weer moed voor deze wedstrijd. Deze wedstrijd, je hebt een paar keer geleden ook 3 maal gewonnen. Dus je zou heel graag kunnen jullie overhandigen. Ik zie trouwens met veel aandacht luisteren op de andere aanbod. Dankjewel. Kijk, dit is een speciale koffer. Wie hebben we hier? Zin in morgen? Zeker. Klaar voor? Ambitie? Altijd. Ambitie, een beetje nerveus hè? Hij is nerveus jongens, dat is een goed teken. Ja.
Succes, je kan het. Ik ben nu al trots op je. Jij ook. Wat zullen we eten? Lemon en lime, is die lekker? Ja. Lekker riet, kom dan! Lekker rietje, naar voren! Tari, kom op, Tari! Kom op, Tari, kom op! Hup, Fem! Kom op! Maar we zitten nu inmiddels in de auto terug met Marta. How was the race? Met Femke? Yes. Hoe was je wedstrijd? Zwaar, ik viel er jammer genoeg echt in de eerste kilometer of zo. En het was even moeilijk terugkomen, maar daarna kwam ik er wel weer doorheen. Voor de eerste wedstrijd denk ik dat ze het goed heeft gedaan. Marta heeft het ook goed gedaan. Ik heb het vandaag helaas niet zo goed gedaan. Ik had wat pech met de afstellingen van mijn fiets. Ja, ik reed heel lang voorin in de groep van 40. Maar op een gegeven moment stopten wij met rijden naar de kozijnstroken, viel ik even stil. Toen konden we daarachter weer terugkomen. Toen waren we in één keer weer terug naar 80 man. Ja, doordat wij zo langzaam reden, hebben we het zo koud gekregen dat het gewoon niet meer lukt om het fietsen. Toen ben ik echt keihard gelopen. Het is niet anders. En we gaan deze week even werken aan de afstelling van de fiets. En ik hoop dat het volgende week wel weer beter gaat. Want het gaat nog niet zo goed op dit. Straight to Poland.